samengevat zijn de geneesmiddelen van Weleda, die zijn lichaamondersteunend en maar ook geestondersteunend. Dus ontwikkelingsondersteunend, om maar zo te zeggen. Ja, ontwikkelingsondersteunend, dat vind ik mooi. Ja. Ja. De term had ik zelf niet bedacht, maar ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Je moet het toch als mens zelf doen, weet je. Ja, wij leven nu in een tijdperk dat alles op de kracht van het individu aankomt. Hè? Dat merk je met alles, merk je in de politiek. We moeten zelf kiezen. We leven niet meer in een tijd dat politici zeggen van jongens, wij bepalen het en jullie gaan achter ons aan en geloof ons maar. Hè? Dat oude zuilen gebeuren. Nee, iedereen is nu bij machte om zijn eigen keuzes te maken. Ik verwacht helemaal niet van iemand die nooit in aanraking is geweest met een andere manier van gezondheidszorg. Alleen anders dan de traditionele. Kan ik toch niet van de een op de andere dag verwachten dat hij al zijn principes wijzigt? En dan heb je toch juist baat bij dat conflict om te kijken of je tot een compromis kan komen, om te kijken of je tot wederzijds begrip kan komen en zo. Het probleem is het uit de weg gaan van de discussie. Daar begint het probleem. Ik heb ooit wel in de politiek gezeten, maar ik heb me voorgenomen om me gewoon bezig te houden met het telen van wilde planten. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar... Ja, nee, dat is helder. Ja. Daar ligt je passie, daar ligt je overtuiging. Maar ja. Het punt is natuurlijk wel dat zo'n codex alimentarius en ook bijvoorbeeld zo'n Europese claimwetgeving directe invloed heeft op bijvoorbeeld de verkoopcijfers van Weleda of van andere natuurproducten. Ja. Omdat men vindt dat die producten niet wetenschappelijk aantoonbaar bewezen zijn. Ja, ja. Merken jullie daar ook iets van hier op het bedrijf? Ja, daar merken we heel veel van. Tuurlijk merken we dat. Ik bedoel, we zijn een deel van de samenleving. We houden ons aan de regels van de samenleving. Dus dat betekent dat we ontzettend veel geld uitgeven om aan te tonen, wetenschappelijk aan te tonen, met aan de hand van hele dure dossiers, wat de werking van onze producten is. En wat de bijwerkingen van onze producten al dan niet zijn. Nou hebben de meeste van onze producten nauwelijks of helemaal geen bijwerkingen. We houden ons aan die regels. En waar wij die regels oneerlijk vinden, schromen we niet om naar de rechter te stappen. Of naar het Europese Hof of wat dan ook. Weet je. Dat zijn ook de spelregels van onze samenleving en die gebruiken wij ook. Marktaandeel van Weleda. Heb je daar zicht op de verkoopcijfers en zit daar groei in? Nou, ik heb daar niet heel veel zicht op. Ik zou het wel moeten hebben, want ik zit in het marketingteam of in het managementteam moet ik zeggen. Maar er ontgaat me wel eens wat in die vergaderingen. Wat ik wel weet is dat wij de afgelopen, ik noem het maar even recessiejaren, toch een gestage groei, een gestage omzetgroei van gemiddeld procentje of 10 hebben kunnen vasthouden. Hè, dus dat betekent dat er een ruimte in de markt zit voor milieuvriendelijke, mensvriendelijke, maatschappelijk vriendelijke producten. En misschien is dat ook wel een van onze punten waar we redelijk succesvol in zijn, is dat we echt groepen van consumenten opzoeken en aan ons binden. Via het blad Weleda berichten of via het internet, via Hives campagnes of door middel van rondleidingen en workshops. We hebben samenwerkingsverbanden met beroepsgroepen, verloskundigen, schoonheidsspecialisten. Die kunnen bepaalde contracten met ons sluiten die voor allebei de partijen voordelig zijn. Dus wij zijn erg slecht in het meedraaien op de waan van alle dag, maar we zoeken eigenlijk solide contacten op, zou je kunnen zeggen. Ja. Nu is er natuurlijk, laten we zeggen, de laatste 15 jaar ook maatschappelijk gezien een enorm bewustwordingsproces aan de gang. Steeds meer mensen die staan open voor alternatieve kijk op het leven en alternatieve producten, gezonde voeding enzovoort enzovoort. Ja. Ja. En het verhaal van vorig jaar met het hele vaccinatiegebeuren, HPV, H1, N1 enzovoort. Ja. Dat heeft nog weer eens een extra impuls gegeven aan het hele wakker worden proces bij een heleboel mensen.
merkt Weleda dat ook, dat mensen dan ook met vragen komen of geïnteresseerd raken in waar jullie hiermee bezig zijn? Ja, natuurlijk. We hebben een consumentenlijn. Hè. Mensen kunnen ons de hele dag door, in ieder geval op werkdagen, bellen met vragen over producten. Vragen over van wat zit erin, zijn er bijwerkingen, hoe moet ik het gebruiken? En daar zijn natuurlijk ook altijd hele actuele vragen bij. Ook of er dingen zijn die genetisch gemanipuleerd zijn, dat soort dingen. Je verwoordt hier een heel mooie insteek, moet ik zeggen, waarbij je dus alle fenomenen die zich in het leven, maar ook maatschappelijk voordoen, een plek geeft, als zijn ja. Een deel van een proces. Ja, ja, je moet zelf bereid zijn om jezelf ook als een proces te zien. Ja. Hè? Ik ben niet een vastgegeven, door mijn ouders opgevoed en nooit bereid om los te laten wat mijn ouders mij met veel liefde meegegeven hebben. Zelfs dat moet je kunnen loslaten. En jezelf elke dag weer opnieuw bekijken. Ik zeg altijd, ik word elke dag opnieuw geboren. Gisteren had ik ruzie met mijn dochter. Die werkt hier in de tuin. Ik moet dat vandaag klaren, weet je wel. Vandaag is weer een nieuwe dag. En ik weet dat ik gelijk had in onze ruzie. Dat mijn standpunt het juiste was. Dat vind ik altijd. En ik geef toch weer toe. Vandaag geef ik toe. Gisteren nog niet, vandaag geef ik toe. En dan is het weer een andere dag, een nieuwe dag. Mooi. Dat moeten we eigenlijk met z'n allen gewoon. Ja.